Dit is de sportgeschiedenis van 28 september 2023. Het is vandaag de 125e geboortedag van Feyenoorder Jan Pettersen hier in de Kringel. In het kampioenselftal uit 1924. Dit is Jan Pettersen van voren. En we hebben ook Jan Pettersen van achteren. Een zeer betrouwbare speler van het eerste elftal van Feyenoord. In 1944 kwam hij in kamp Amersfoort, het beruchte Nederlandse kamp. Zoals clubgenoot Heesakker schreef die hem tegenkwam in dat kamp. Zware jaren voor Pettersen die al spoedig de narigheden van doorgelopen voeten moest ondervinden. Hij overleefde de oorlog wel. Uiteindelijk stierf Pettersen in 1959. Dit verhaal staat ook op sportgeschiedenis.nl. Vergeet niet te doneren.